Je zit hier in de studio van Radio Hattem. Dit is jouw vaste plek. Wat doe je hier één keer in de week? Donderdagsmiddags doen we hier de eindmontage. Dat doe ik samen met Jason van Dam. Dat is de eindredacteur. En mijn persoontje. En dan monteren we dus het eindproduct wat op de zender komt. Je hebt het jaren gedaan al voor RTV Hattem. Ja. Nu is de NOV bijgekomen, Noord-Oost-Veluwe Televisie. Loopt dat even soepel als RTV destijds? Het begint nu een beetje vorm te krijgen. Vorm in de zin van dat we dus steeds meer items krijgen uit de gemeente Epe en Heerde. En dat is positief en wel van dusdanige aard. Vandaar dus de uitzendingen van NOV in beeld, want het draait in de hoofdzaak om, dat die dus dusdanig lang zijn. Is het nog wel leuk om te blijven kijken? En vooral voor de Hattemers die dan allerlei onderwerpen voorbij zien komen die ze misschien wat minder interesseren? Ja, dat zal in alle gemeentes wel zijn. En er zijn toch bewoners, zowel in Hattem vooral, maar ook in Epe-Heerde, die zeggen van ja, ik zie liever de items die gebonden zijn aan mijn woonplaats, want daar heb ik het meeste mee. En hoe heb je dat opgelost? Hoe we dat opgelost hebben, vanaf komende vrijdag, 14 april, dan gaan we dus in twee blokken uitzenden. Dat is een editie Hattem van NOV in beeld en een editie Epe Heerde. Dus alle Hattemer items die komen dan editie Hattem tevoorschijn en alle items uit de gemeenten Epe en Heerde die komen in het tweede blok tevoorschijn. Maar dat geeft wel de gelegenheid aan alle inwoners van de drie gemeenten om dus toch alle items zowel uit Epe, Heerde als Hattem toch nog te kunnen bekijken. Zijn de tijdstippen al bekend wanneer de edities uitgezonden worden? Dat is bekend, die maken we ook nog bekend op onze website in Text TV, waar veel mensen naar kijken en op het Facebook van onze omroep. Ik moet even spieken, want ik heb dat ook allemaal niet zo paraat. Het hele dagprogramma eens even doornemen, dan beginnen we dus met 's avonds om 6:45 met Voor de Slaap Gaan. Voorleesprogramma voor de kleintjes in ons centgebied. Dan hebben we de editie Hattem van Noord-Oost-Veluwe in beeld. Dat is begint 's nachts al om 1:00. Dat is voor de liefhebbers 's nachts. Tweede blok is 's morgens om 9:00. Dan hebben we een derde blok, dat is 's middags om 3:00. Een blok om 7:00 's avonds en nog een keer om 10:00 's avonds. Dat is dus het Hattemer gedeelte. Dan de editie Epe Heerde van NOV in beeld. Dat is de eerste van om 11:00 's morgens, om 2:00 's middags, om 9:00 's avonds en nog een keer om 11:00 's avonds. Dan hebben we ook zo nu en dan, toch zeker 1 keer in de maand, een studioprogramma. Die houden we op de vaste tijdstippen, zoals we dat gewend zijn. Portret, ingezoomd, een hele bekende. En wat op de rol staat, de komende half jaar koopprogramma, tuinieren en een programma voor de jeugd, de wat oudere jeugd. Nou, dat blijft op dezelfde tijdstippen, zoals al gezegd. Dat is dan 's morgens om 10:00, 's middags om 4:00 en 's avonds om 8:00. Er worden ook steeds meer YouTube-filmpjes gemaakt van onderwerpen die hier in dit programma ook te zien zijn. Ja. Hoe kunnen de kijkers die makkelijk vinden? Ja, alle items die zijn terug te zien op ons eigen YouTube-kanaal, RTV Hattem, zoals het nu nog heet. Daar staan echt alle items op, soms al direct naar de opnames, want sommige editors die zijn enorm snel. En anders dan komt het dus donderdagavond direct op de YouTube-kanaal. Gaat er nog iets veranderen wat betreft Text TV? Ja, er gaat wel iets veranderen. Als je nu Text TV ziet en leest, dan is het een layout die nog gericht is op TV Hattem, of RTV Hattem. En daar zijn we nu aan het ombouwen richting de streekomroep. In het gebied van Epe en Heerde, zijn er al genoeg cameramensen en ook die kunnen monteren? Cameramensen en editors die hebben we natuurlijk nooit genoeg. Hier in Hattem hebben we een vrij constante ploeg die al jaren bezig is.
Epe Heerde, daar lopen er ook een twee, drietal rond. Maar daar is zeker behoefte aan nieuwe mensen. Maar die zijn altijd welkom, zowel in Hattem, Heerde als Epe. Het is een enorme mooie hobby. Daarbij doe je erg veel voor de gemeenschap. Want we zijn met items bezig op politiek, op sport, op jeugd, cultuur, noem maar op. Alles wat zich voordoet in de diverse gemeentes, dat nemen we op en zenden we uit. Is het goed voor je algemene ontwikkeling? Ja, zou je kunnen zeggen. Want je ziet over een heleboel onderwerpen, weet je iets ja, van... Het mooie is, je komt met heel veel mensen in contact. Van allerlei pluimage, van politiek tot komieken en alles wat er daartussenin zit. Bewoners, jeugd, noem maar op. En dat is echt een hele interessante kant van het cameraman zijn.